Carnavalsclub Het Bakkerskorps bestaat 5 keer 11 jaar. En ondanks alles, reden voor een feestje. En gezellig is het. Kom maar mee. Ik ben de twee jubilarissen. Ja. 55 jaar hebben jullie het dan opgericht? Of? Ja, ja. Wij waren bij de oprichting. De enige twee die overgebleven zijn toen die tijd opgericht is. En hoe is het opgericht? Hoe is het in zijn werk? In de café. Aha. In een bar. En, met bier? Met bier. Met heel veel bier. En al vrij gezellig. Ja. De eerste. Ja. Dus hij, dat is het laatste wat ik zou doen was dan een... En de carnavalsclub begint. Nou, dat vonden wij wel goed. Dat vonden wij wel goed. Daar konden we in ieder geval van huis af. En dan ging het. Ja. Het was gewoon voor de gezelligheid. Ja. Daar hebben we het voor moeten doen. Want anders, toen die tijd was er weinig te doen. Hè. Ja. Nou is er iedere dag iets, maar toen was er niet zoveel. Dus daar moesten we van genieten. En is het gezellig geweest? Ja, kei gezellig. Ja, want anders hadden we het geen 55 jaar volgehouden. En ben ik op zoek naar een anekdote natuurlijk. Ja, die zijn er wel. Ja. Die je mag vertellen op camera, hè? Ja, ja. Nee, maar dat geen boek de eend weggolden van het gemeentehuis. We hebben de eend een keer op een nacht weggehaald van allen. En die hebben ze teruggekregen met wat bier natuurlijk, hè? Ja, wat ja. bier moest er geleverd worden. Ja. En toen hebben wij hem op dinsdag, hebben wij hem met heel de club in optocht, hebben we hem teruggebracht. Ja. Ja. En vonden ze het leuk of konden ze het waarderen? Jawel. Toen in het begin niet, maar dan wel. Ja. 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 We doen er allemaal bij. En geen vrouwen erin. Ja. Kunt u zo mee beginnen, de volgende? Overlappen zeg ik, overlappen. Ja, overlappen, geen vrouwen erin. Ja. Dat is een oh shit, keur. Je nou eens, Jeff. Je kunt eruit. Oh! Blijf hier nog even, jongens. Dat is niet al. Het is natuurlijk als een mannenclub begonnen. Ja, inderdaad. Ik ben er veel later bij gekomen. En En hoe is dat met al die mannen hier in Ja, goed hoor. Gezellig? Ja hoor. Ja, prima. Worden we als voor de gek houden? Of, Ook daar. Dan moet je tekenen, hè? Ja, zo is het. Ja. Dus, maar dat kunnen we wel. Ja. En dit is de 55ste keer, hè? 55ste jaar. Ja, dit is de 55ste waag eigenlijk. De 56ste. Ja, dan, precies. Ja. Dus, maar het is een beetje lastige tijd om het nou te vieren natuurlijk. Hè? Ja, het vieren. We hebben nou besloten om een waag te maken. We hebben geen optocht. En we zijn gewoon een club die heel goed wagens kunnen bouwen. En om een jaar niks te doen, terwijl we eigenlijk 55 jaar bestaan. Ja, daar geven we ons niet in. Maar ik denk een wagen bouwen en geen optocht, wat dan? Laat hem hier in de schuur staan? Of? Nee, hij gaat er buiten, natuurlijk wel. En hij komt in de wei te staan, dan kan iedereen hem zien. En dan hebben we toch het idee dat we toch 55 jaar een wagen bouwen en bestaan. Dus, ik zie zo niet wat het wordt. Dit wordt een taart. Een taart? Een taart, 55 jaar, dus dat moet gevierd worden met een taart. Oké. Okay. Ja. En dan komt hij ergens te staan of zo? Hij komt ergens te staan en dan kan hem iedereen die er langs komt, die kan hem ook zien in het dorp. Ja, hartstikke leuk. Dus ja. Ik ben 55 jaar gefeliciteerd, Bak is getrakteerd, dus ja, een taart. Dag, ik kom daar op de hoek, daar bovenop staan. Dan draait hij rond. Dan gaat het ronddraaien. En op de hoek, dan komt die veren. We'll be right back.
staat bij de voorzitter. Ja. Dat is de belangrijkste man van de club. Nou, we zijn met z'n allen belangrijk natuurlijk, dat snap je wel. Ja. Wat doet de voorzitter bij deze club? Ja, eigenlijk van alles, zeg maar. Hè. Alles wat natuurlijk belangrijk is om de club goed bij elkaar te houden natuurlijk. Hè. Want het blijft een carnavalsclub. Het hoeft nooit voor mij nu serieus, zeg maar. De beleving moet helemaal goed zijn. Iedereen moet er een beetje naar de zin hebben. Flesje bier kunnen drinken op zijn tijd. Dus ja, dat is eigenlijk denk ik het belangrijkste van een voorzitter van een carnavalsclub. Want hoeveel leden heeft de... We hebben op het moment 30 leden. Waarvan natuurlijk, heb ik al een keer aangegeven, natuurlijk toch wel allemaal wordt redelijk tegen de 60 lopen en boven de 60. Dus een beetje, we hebben natuurlijk wel wat aanwas natuurlijk. En die zullen toch moeten proberen ons ja, te helpen om zo te blijven bouwen. Kijk, dit jaar is het natuurlijk, we hebben zo gezegd, dit jaar zouden we eigenlijk niet kunnen bouwen. We hebben toch eigenlijk gezegd van nou, dan maken we maar een grote taart. Omdat we dan dat jubileum hebben van dit jaar. Maar in de andere jaren hebben we best eigenlijk wel een redelijke grote wagen. Daar hebben we iedereen nodig om zoiets te maken. En zeker in het jonge volk moet eigenlijk wat meer animo komen, denk, om ons te helpen. Daarin, kijk, wij blijven wel, we doen wel van alles, maar op een gegeven moment worden wij toch een beetje minder in de mobiliteit. Ja. Nou, hier is de camera, pak de camera zou ik zeggen, roep de jeugd op. Ja, 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 dat snap ik ook. Dus bij deze wil ik toch de mensen, de jonge mensen oproepen, zeg maar, om misschien te zeggen van wij voelen wel iets voor om een carnavalswagen mee te bouwen. Nou, oké, bij ons dan meld je eigenlijk bij Baggerskorp, zeg maar. En dan kunnen we daarover praten. En misschien dat we zeggen, oké, het is iets voor jou om zo ons te helpen. Wat is er nou leuk aan het bouwen van een carnavalswagen? Dit? Ja, wat dit? Alles onder elkaar. Het is bij mij met een paplepel ingegoten vanuit ons thuisvroeger. Oh, dat is papa. Dat is papa. Hey papa. Ja, hallo. Gezellig? Ja, prima jongens. Blijf maar zo zitten. Dit blijft zo zitten. Ja? Die gaat echt heel strak zitten. Dus ga je, wat Willy al zegt, een keer doorhalen, een keer vastzetten zo, op het puntje. En dan, als wij hem afbreken, dan halen we papier af, we kunnen bijna niet afkrijgen. Zo strak zit erop. Lekt er heel wel in één keer af. Ja. U bent de eigenaar van het pand? Ik ben de eigenaar van het pand hier. En u laat zo'n zootje ongeregeld? Ja, ze hebben me 3 jaar geleden gevraagd. Want toen konden ze op het andere terrein niet meer terecht en ik heb het 1 jaar gezeten, want ik ken het clubje een beetje. Een broer van mij is erbij en nog een heleboel familie meer. Het zijn allemaal vrienden van me zo'n beetje geworden. En ja, toen vroeg ze eigenlijk 1 jaar. Ja, afgelopen 2 jaar kon het niet. Nee. 2 jaar geleden hebben ze wel een gebouwd en toen mocht je niet meerijden. Vanwege eerst de storm en later was corona natuurlijk. Ja. En nou kwamen ze op het idee om toch maar de 55 jaar bestaan te vieren. Ja. Nou, en dan komen ze eind december en dan moet er al mijn gereedschap, die stoppen ze in de hok hiernaast. En mijn machines moeten naar buiten en dan moeten ze heel de ruimte hebben. Hè, en bar is het belangrijkste, dat zie je wel. Helpt u zelf ook wel eens mee? Ik kom zaterdags om 5:00, dan kom ik even en dan kom ik een pilsje mee drinken, want dan wordt het kei gezellig hier. He, dan worden ze steeds gekker. En dan 1 of 2 stukjes plakken en weer een pilsje? Ik doe niet plakken, want ik ben veel te vlug erin en het mag niet opschieten. Dus, ah. Nee, ik vind het hartstikke leuk wat ze hiermee bezig zijn. Dat is helemaal geweldig. Ja, we hebben wel een ouds, hè. Het is wel een eenvoudige wagen, maar we hebben toch iets. Zo is. En we rijden weer rond. Zo is. Al is dat wel leer. En we rijden rond.